Het is 2:00. Goedenamiddag. Het is dat moment van de woensdag dat we de radio weer uit handen geven aan Jurgen en zijn team. Rebel Radio, met andere woorden, hier bij Top Radio. Goedemiddag. Woensdagmiddag, 2:00. De treinen rijden. De scholen zijn dicht. De parlementen zijn open. De kids hangen thuis of op café. De moeders spelen taxi. En het land vraagt en smeekt om actie. Entertainment. Ja, godverdomme, in een handrolkassen. Afwijkende meningen. Ben je dat? Passie. Seks. Drugs en drank. En vooral een programma dat de grenzen van het topradiobestaan opzoekt en de mensheid oproept om te vechten voor een licentie. Welkom bij Rebel Radio met Jess, Wouter en Jurgen. Even over 2:00, woensdagnamiddag. Welkom Vlaanderen, hier is weer Rebel Radio. Wat hebben we vandaag voor jou in petto? Alles wat je maar wil leren om te daten. Is het tot nu toe fout gelopen? Zit je zielig en alleen thuis? Ben je jong en weet je niet hoe het moet? Vandaag kom je het allemaal te weten. De rode draad in de uitzending heeft te maken met dating. Heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Heeft te maken met MeToo. Heeft te maken met Tinder. Jawel, misschien kan je wel Jess versieren voor een Tinder-date. Niet waar, Jess? Ja, vanaf nu ben ik dus ook beschikbaar op Tinder. Ook beschikbaar. En ze heeft al enorm veel matches. Maar dat leggen we zo dadelijk even uit. En ik roep dan ook natuurlijk de Holibi-wereld op. Want anders heb ik niet genoeg likes. Dat is de like-cultuur. Daar gaan we het ook nog eens over hebben. Voor jou moeten we zelfs die groep aanspreken. Oké, dus Wouter gaat zo dadelijk zichzelf ook outen. We hebben natuurlijk fijne gasten in de studio. En een hele reeks... Als Jurgen? Ja, dat ook zo dadelijk. Veel meer daarover. En we hebben een hele reeks mensen die we opbellen. We luisteren ook nog eens naar de voorzitter van de Commissie Media van het Vlaams Parlement. De grote baas heeft beloofd dat hij langskomt om te praten over de crowdfundingactie. En natuurlijk hebben we nog wat BV's die een en ander willen delen. Met andere woorden, dit is Rebel Radio op woensdagnamiddag. Like Leo in the Revenant, Abel in that Bible bit. Revenge is sweet, isn't it? Really, really hope for it. I know that it won't fix a thing. Song like this that I can sing for you. Ladies, we can do revenge, 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 revenge. Together, together, together. Pink was dat en Revenge. Ondertussen is Jess aan het swipen, dat niet normaal is. Hè. We gaan straks resultaten horen. Ik krijg zelfs een gast van de week. Wie durft in de Rebel Radio Studio de uitdaging aan? Wie heeft haar op zijn tanden of haar borsten? Wie oh wie wil een spervuur van vragen, onzin en beledigingen slikken? Het is... Het is Rika Ponnet. Zeer bekend. Relaties. Alles wat te maken heeft met daten. Zit ook in het duet Relatiebemiddelingsbureau. Heeft een boek geschreven. Heel veel mensen hebben het gelezen. Zelfs Jess heeft het 2 keer gelezen. Het boek met Blijf bij mij. Hoe we in relaties strijden voor macht en intimiteit. Met haar gaan we vandaag in deze Rebel Radio praten over de do's en don'ts. Over wie er eigenlijk aan daten is. Op welke manier. Rika, welkom. Als ik je palmares zo lees in de media, wat je allemaal gedaan hebt, dat is wel wat. Je bent echt wel een expert, hè? Ja, dat klinkt zo stufferig, ja, om dat van jezelf dan te zeggen. Ja, ik ben ook al een aantal jaren bezig, hè, dus ja. Het mag. Wat is er zo anders? Want als ik begin te googlen en ik zeg van oké, de reclame van Parship ben ik al zo beu als iets. Uh-huh. En als ik begin te googlen, dan krijg ik zo de bovenste online dating sites. Uh-huh. Jullie doen ook aan dating, relatiebemiddeling, of is dat iets anders? Ja, dat is toch een stuk anders. Uiteraard gaat het ook over dating. Denk als je 2 uiteinden hebt, dat je aan het ene uiteinde apps hebt zoals Tinder, die zeer breed toegankelijk zijn. Okay. En waar niemand controle over uitoefent. En aan het andere uiteinde zitten wij, waar mensen eerst op gesprek komen, een diepte interview hebben. Ah, echt? En op die basis dan gematcht worden. Ja. Dus met andere woorden, je praat echt door, want het staat ook in de inleiding van jullie relatiebemiddeling. 7 mensen die academisch geschoold zijn. Ja. Voel ik daar toch een kleine stamp in de richting van de andere datingsites, waarbij je zegt, ja, dat is niet academisch, die zijn niet opgeleid om mensen met elkaar te verbinden. Niet noodzakelijk. Nu, datingsites, dat is een economisch een business model, dat is een economisch gegeven, dat zijn computergestuurde systemen waar niemand zich bezighoudt met wie jij op dat moment aan het zien bent of liked. Terwijl bij ons wordt dat actief opgevolgd. Mensen betalen daar ook voor. Hè. Dat is een heel andere insteek en ook vanuit een
een heel ander verwachtingspatroon. Men wil bij ons dan ook graag mensen ontmoeten die echt een vaste relatie willen. Wie op Tinder gaat, ja, niet iedereen die op Tinder zit, wil dat ook. En velen weten dat ook, die op Tinder gaan, dat een beetje een speeltuin is. Oké, je hebt het al gemerkt in de voorbereiding hier in dit programma. Je praat over Tinder al meteen. Heel veel mensen kennen Tinder. Oké, dames en heren, luisteraars, mannen en vrouwen, holy bees, Jess heeft zich daarnet ingeschreven op Tinder. Zij heeft al een aantal matches. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb totaal geen matches. Dus Tinder voor dummies is langs mijn kant, vermoed ik. Daar gaat me zelf vertrouwen. Dat was ook te Wouter, denken op Wouter, voorhand. Dankjewel voor deze complimentendag vandaag weer. Hè. Ja, maar ja, je begint ook soms aan dingen. En dan denk ik, ja, Jurgen, soms van dingen moet je soms ook gewoon afblijven. Ja, maar is het niet omdat jij gewoon een vrouw bent met de nodige toeters en bellen? Ik vraag het even. Ik laat je links liggen. Hè. Ik bedoel, Rika, is het niet typisch? Een Jess die op Tinder komt, ja, die krijgt direct matchen. Uiteraard. Ik had onlangs een man, het is een zeer vergelijkbare situatie. Yeah. Hij was nu al in de 30, dus ik vind het toch ietsje jonger dan dat jij. Kan ook, ja, dat kan ook een van de struikelblokken zijn. Maar de klacht van die man was een beetje gelijkaardig. Die zag er eigenlijk heel goed uit. Daar was niets over aan te merken. En hij zei van, ik heb dat samen met een vriendin gedaan, die er wel heel goed uitziet. En ik denk dat dat heel goed het geval is. Ook ergens in de 30. Yeah. En zij had binnen het uur in de 30 likes. Ik zeg hij, bij mij was dat niet. Ik heb er uiteindelijk 3 maanden op gezeten. We hebben midden in de periode is mijn profiel gepimpt, omdat ik me daar heel slecht begon bij te voelen. En hij is er uiteindelijk afgegaan, omdat hem dat zo een slecht gevoel bezorgde. Zo'n laag zelfbeeld hij daardoor kreeg, omdat er zo weinig... Ja, dus ik vermoed dat er toch wel... Zijn het niet allemaal mannen die op Tinder zitten? Een stuk meer mannen, denk ik. Ja, dat is toch logisch. Is dat zo? Ja. Welke foto's sta je erop? En alle jonge aantrekkelijke vrouwen kregen heel veel Het is toch een beetje vleeskeuring dan. Absoluut, hè? Het is echt niet daten. Het gaat ook over foto's. Hè? Het gaat ook over het bekijken van foto's en het al of niet goedkeuren. Hè? Ja. Maar zijn er mensen die bij jou dan komen en zeggen van kijk, ik zou graag een profiel willen zetten op Tinder of op Instagram. Mm-hmm. En wat moet ik doen? Of wat mag ik niet doen? Ja, je hebt er die daar wel vragen bij hebben. Als ze bij ons komen, gaan ze natuurlijk via een ander systeem daten. Wat doe je wel, wat doe je niet? Alles hangt nogmaals af van wat wil je? Wat is je doelstelling? Wil je een vaste relatie? Wil je een flirt? Wil je een flirt? Wil je een seksdate? Er zijn zoveel motieven. Doe je dat waar... wel? Regel je ook seksdates en flirts? Nee. Dat is... En daarvoor komt iemand ook niet bij mij. Ik denk dat ook niet zo moeilijk is. Daarvoor hoeven mensen mijn dienst niet in te roepen, denk ik. Het eerste zinnetje, als ik bij jou kom, en ik heb geen vriendin, stel je voor. Wat is het eerste belangrijkste zinnetje dat je eigenlijk tegen iemand zegt? Dat is ook zo de klassieker. Hè. Welke openingszin moet je gebruiken? Ja, maar is het ook zo. Hè? Vroeger moest je een drankje aanbieden en in de discotheek. En als je pech had, was je na een hele nacht je geld kwijt. Daar zijn eigenlijk geen regels rond. Ik denk... Vroeger was het toch altijd van, ken ik jou van ergens? Ja, zoiets. Maar ook afstemmen op de anderen. Ik zeg dat altijd, uiteindelijk gaat dat altijd weer over hetzelfde. Wat vinden mensen aantrekkelijk? Dus dat ze het gevoel hebben dat ze niet de zoveelste in de rij zijn. Dus dat je echt wel geïnteresseerd bent in hen. Dat je iets zegt dat persoonlijk is, op hen afgestemd is. Zodat ze het gevoel hebben, hij heeft dat toch wel eens beter bekeken dan zo heel oppervlakkig. En dat dat niet plat is. Ik denk, vandaag online... Als we het dan moeten hebben over grensoverschrijdend gedrag, ik denk online op dat vlak gebeurt er wel wat. Ik denk, grensoverschrijdend gedrag gaan we in deze uitzending ook nog behandelen. Ik word depressief van de iPhone van Jess die hiervoor ligt, die de ene melding van de match op Tinder super krijgt. Ja, super likes en super likes. Ik weet begon nog niet wat dat eigenlijk juist wil betekenen, maar ik krijg er al wel enkele binnen, zie ik. En gaat het snel doorhebben, Jess. Ja. Ja. Zeg maar, Jurgen, eigenlijk, jij spreekt over vroeger moest je een openingszin hebben en een drankje aanbieden. Ik ben nu echt wel super benieuwd naar jouw beste openingszin die je ooit hebt gelanceerd. En ook wel de meest foute dan mogelijk. Maar we hebben nog enkele uren tijd uren, om dit uren om dit bekend te maken. Met welke zin heb jij jouw huidige vrouw eigenlijk veroverd? Gaan we zo beginnen. Dankjewel, Ophelie, voor de €25 en jouw plaatje in de topradio crowdfunding.
Rebel Radio in de studio. Live gast Rika Ponnet. Zij zal jullie helpen met daten of niet. Je kan natuurlijk ook nog je mooie openingszin doorsturen. 3125 en vragen. Deze week, afgelopen week, was er heel wat te doen over Bart de Pauw, de lieveling van Vlaanderen. En als je wat gras duint in de audiofiles van vroeger, kom je wel een en ander tegen. Het is toch een ongelooflijk gedoe, hè? Ja, eigenlijk wel, hè. Met dat ontrouw zijn, dat overspel. Dat voortdurend die verleiding, dat moeten weerstaan en zo. We hebben een voorstel. We hebben een idee. Ja. Wat denk je van Poeperkesdag? Hé, dan heb je iets om naar uit te kijken. Voilà. En dan kan je zo bij collega's op het werk bijvoorbeeld zeggen, heb jij al iets te doen voor Poeperkesdag? Heb jij nog ergens een gaatje vrij of zo? Ja. Die uitspraken kwamen van Bart de Pauw uit de Schalkse Ruiters in de jaren 90, maar die krijgen natuurlijk vandaag een andere betekenis. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Heel wat mannen weten niet meer wat mag niet. Rebel Radio. Rebel Radio. En we hebben daarvoor Elke Jurissen gecontacteerd. Elke Jurissen is onderneemster en richtte de club van vrouwelijke experten straffe madammen op. Bij Elke blijft niets bij een idee. Ze maakt er werk van om vrouwen net dat duwtje in de rug te geven om zichzelf in de markt te zetten. En ik had een opiniestuk gevonden van haar op VRT Nieuws. Met haar commentaar over dat grensoverschrijdend gedrag. En ik stelde mij natuurlijk de vraag, wat is nu net grensoverschrijdend gedrag? Elke, welkom in Rebel Radio. Hallo, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Je hebt een hele opinie geschreven over dit onderwerp, dus dat betekent dat je daar toch in thuis bent, in dat definiëren van grensoverschrijdend gedrag, vermoed ik. Ik heb wat commentaar gelezen waarin dat men zegt dat niet iedereen die betrokken is bij de zaken daar iets over mag zeggen. Maar ik ben het daar helemaal mee oneens. Want ik vind dat iedereen is eigenlijk ervaringsexpert, want iedereen heeft menselijke relaties. Mm-hmm. Ik heb alleen gemerkt in de afgelopen dagen dat er mij meer dan één man, ik kan ze zelfs niet op twee handen tellen, ja, op een heel vreemde manier aansprak. In de zin van, nu moet ik opletten wat ik tegen jou zeg, want in deze tijden. Mm-hmm. En dat heeft me wel verbaasd en dat gaf mij ook wel aan dat toch heel wat mannen het ook gewoon even niet weten. En ik denk dat er heel wat onbewust ongepast gedrag is. Dus ik vind het moedig dat een aantal mensen ook gewoon dat inzien en ook gewoon zeggen van dat of dat in het verleden was misschien wel part of the game, maar vandaag niet meer. Ja, maar is er, en ik moet mensen ook de kans geven om van gedachten te veranderen daarover en dan het gedrag ook aan te passen, denk ik. Ja. Maar is er niet gewoon een mentaliteitsverandering? Is het niet eerder van, dit doen de mannen al jaren, maar plotseling is er misschien een generatie vrouwen die zegt van, ja, maar dit pikken we niet. Ja, ik denk dat misschien een stuk meespeelt, maar ik zie toch ook wel verschillen in gedrag in die generaties. Hoor. Het mm-hmm. is niet zo dat alle jongere generaties daar beter mee omgaan dan oudere generaties, dat zou ik niet durven zeggen. Wat ik wel zie, is dat als een aantal mensen het durven benoemen, gaan anderen misschien dat makkelijker ook doen. Dat is dan aan de kant van degenen die zich slecht behandeld voelen. Maar wat veel belangrijker nog is, en een heel mooi effect van het MeToo-verhaal, is de kant van de mensen die misschien eens over het scheef gaan, die dat eens durven in vraag stellen. Mm-hmm. Want je moet niet vergeten, het gaat eigenlijk heel vaak over een soort van machtsrelatie. Hè? Ja, de baas die berichtjes stuurt. Ja. Voilà. Professors, ik had een gesprek over met de prom bijvoorbeeld vorige week, en opeens zei hij van, ja, nu moet ik misschien toch mijn gedrag naar mijn studenten wat aanpassen als ik dit allemaal hoor. Okay. Ik dacht, dat is moeilijk dat u dat tegen mij zegt. Want u zegt van, het was niet oké en ik kan het veranderen. En dat vind ik wel mooi. Dus het is ook een kwestie van bewustmaking. En hij vroeg dan, wat mag dan? Mag ik tegen jou zeggen dat je mooie oorbellen aan hebt? Mm-hmm. Ik zei, natuurlijk. Dat vind ik een leuk compliment. Ja, maar wat mag dan niet? Ik zeg, kijk, ik heb met u geen relatie. U heeft geen positie tegenover mij, ik ben u ondergeschikt niet. Dus ik kan veel makkelijker die grens aangeven dan wanneer u mijn baas bent, of mijn prof bent, of deel uitmaakt van mijn team. Ja. Dus dat is toch een heel belangrijk verschil. En als die man nu zou zeggen, of iemand tegen jou van, ik vind u een décolleté als je een diep uitgesneden blouse aan hebt zoals Jess, is dat een grensoverschrijdende opmerking? Kijk, als dat op een feestje is met mijn vrienden die ik ken, hè, dan kan ik daar best tegen en mee lachen. Okay. Want ik ken die mensen over wie het gaat. Ja. Als het gaat over iemand die ik voor het eerst ontmoet op een vergadering, dan staat mij dat absoluut niet aan. Want dat is een manier om een stukje
je uit je evenwicht te brengen. En dat gaat dus eigenlijk over macht. En dat is gewoon niet nodig. Ja, ik zie Jess hier grijnzen, dus ik denk dat een klacht aan een boek gaat krijgen. Nee, nee, ik stel me voornamelijk de vraag van wie gaat op den duur bepalen waar eigenlijk die grenzen liggen, wat eigenlijk wel of niet geaccepteerd kan worden. Want ik ben nu bijvoorbeeld iemand die tegen zo'n opmerking best wel tegen kan, omdat ik misschien iets meer ballen aan mijn lijf heb dan andere vrouwen, wat daarvoor niet beter is. Maar ik stel mij die vraag, wie gaat er op een gegeven moment dan bepalen wat wel of niet grensoverschrijdend is? Is het niet best dat jij dat zelf bepaalt? Aha. Dat ik dat zelf bepaal? Aha. En iedereen dat eigenlijk bij uitbreiding zelf bepaalt? Maar dat is nu net mijn punt. In heel de discussie van de Bart de Pauw-affaire vroeg ik mij af, als je al jarenlang of heel veel berichten krijgt, dat is toch een bepaal, dan kan je toch als vrouw ook eenvoudig weg zeggen van hey, makker, dit pik ik niet. Dit doe je niet, vind ik dan. Of is dat te eenvoudig? Ja, maar wij kennen de feiten niet in deze zaak. Hè. Kennen ze ook niet. Wie zegt dat dat niet gezegd is bij herhaling? Ja. Wie zegt dat? Ik weet het niet. Jij hebt het ook niet. Ja. Oké. Okay. Elke, bedankt voor je uitleg. Ik denk dat we nu ongeveer weten waaraan en waaraf. En de vrouwen die met jou in contact willen komen, die kunnen surfen naar je website. En je mag nu eens reclame voor je eigen zaak maken, ze. Ja, straffenmadamme.com. Iedereen voilà, welkom, die andere vrouwen ook een duwtje in de rug. Ja, vrouwen een duwtje in de rug. Daar lekker kort en krachtig. Ja, daar zijn we altijd voor. Elke bedankt en nog een prettige woensdagnamiddag. Held of mossel? We hebben een nieuwe challenge. Vlaanderen, Sidder en Beef. In de studio nog steeds Rika Ponet over relaties. En over wat je moet doen met daten en wat niet. Maar vandaag is een historisch moment. Jess Donkers gaat een uitdaging aan. Voor de mensen die nog niet geconnecteerd zijn op Tinder, Jess wil Topradio helpen voor de crowdfunding. Klopt, ja. Ik hoor dat geluidje nog wel heel graag. Ja, maar dat is vrouwelijk. Een geluidje van een bankcontact, sorry. Was niet, is het dat kassa geluid? Bedrag, ja, ja. Ja, okay. Wat is jouw challenge om Topradio te helpen in de crowdfunding actie? Ik ga mezelf eigenlijk een klein beetje ten spijt gooien, zou ik zeggen. Dus al de mannen, en vrouwen natuurlijk ook, hè, maar die met mij graag ergens zouden willen gaan eten, ja, die moeten eigenlijk gewoon geld storten. Hè. Jij verkoopt jezelf. Ja, ik ben daar niet goed in, dat hoor je meteen. Ja, ik denk ik dat zie jij je dat bibberen, veel beter bibberen en sidderen. Ja. Dames en heren, luisteraars, de challenge is: de man of vrouw die het meeste biedt via sms, want we moeten je natuurlijk ook kunnen bellen, en die een face-to-face date wil, een avond oog in oog met Jess Donkers. Het kan. Ja, ik moet kan er alleen voor betalen. Ik kan al even meekijken op YouTube-kanaal op dit moment van Top Radio. Top Radio op YouTube, dan weet je ook. Ja, moet je niet weten wie Jess is, hoe Jess eruit ziet. Even zwaaien misschien naar het toch, hè? Ik zal dit is niet Jess, dit is... Ik zal over inhoud van Jess beginnen. Ze heeft in de Playboy gestaan. Ah, nee, ja, hier beginnen zal, hè. Nee, op die manier gaan we mij dus niet verkopen. Nee. Ja, nee, het moet eigenlijk een man zijn. Waarom zeg eigenlijk een man of een vrouw? Die echt heel graag wil dat Top Radio blijft. En die eigenlijk ook wel iets interessants te vertellen heeft. Ja. Hè? Want heb je zelf eisen natuurlijk. Maar allez, bon. Ja, enfin. Dus nogmaals, voor de mensen die dat gemist hebben. Wil jij met Jess Donkers, wil je Jess een hele avond voor jezelf hebben op een restaurant? Ja, om te eten, hè. Om te chatten en te eten. Hè? Ja. Want, en hoeveel heb je daarvoor over? Hè? Ja. Stuur ons een sms naar 3125. 3125 is het nummer waar je naar moet sms'en. Nu, als er niks binnenkomt, is ze biedt jouw ego van Tinder gedaan. Hè? Ja, dat ga ik maar echt. We mogen wel zeggen, Jurgen, Jess is een aangename vrouw. Dus netjes, gaat dus netjes. Ja, ik ga je niet buiten komen. Ook. Jurgen is mijn backup plan, heb ik ook begrepen. Dus daar ben ik al best te mee. Oké, maar even dan terugkoppelen ook naar Rika Ponet. Namelijk, Jess gaat dan daten. Uh-huh. Welke tips heb je nu voor Jess? Maar Jess biedt zichzelf aan. Ah ja, oké, dus voor de man. Voor de man. De mannen die denken van, ik heb wat centen over om met Jess Donkers te gaan eten s'avonds. Zoals ik ze tot nu toe in de uitzending al ervaren heb, ik denk dat je het er niet te dik mag opleggen. Dat het vooral over authenticiteit en inhoud zal gaan. Ze moet haar zelf zijn. Hij moet zichzelf zijn. Ah, hij, ja. Ja, iemand die zichzelf hard... Ja, zij zal zichzelf zijn, denk ik. Dat moet lukken. Ja. Iemand die zichzelf te hard wil verkopen of te hard haar wil binnendoen, dat gaat niet lukken, denk ik. Ja.
En dat was het verzoekje van Koen Segers voor zijn 20 euro. Kristen en Castles in the Sand. Rebel Radio. En tussen al dat datinggeweld door natuurlijk en rebellie in dit programma hebben we ook aandacht voor de politiek. Want of u het nu leuk vindt of niet, zij zijn toch verantwoordelijk voor een aantal zaken en wij voelen ons heel sterk aangesproken in het verhaal van de vergunningen. Een man die een goed overzicht daarover heeft in het Vlaams parlement en de commissie media is Bart Caron van Groen. Bart, hier zijn we weer. Ja, dag Jurgen. Goedemiddag. Vorige keer hebben we je vragen gesteld en toen zei je van ik twijfel er een beetje aan alles wat er gebeurd is. Er kwam een soort extra commissiezitting. Die is vorige week gebeurd waarbij Sven Gats, de minister, en ik dacht ook de verantwoordelijke van de administratie, vragen kregen van de parlementaire. Ja. Je hebt dat gevolgd. Is daar iets meer uitgekomen of was dit eigenlijk zo, in politieke termen heet dat de vis verdrinken? Wel, er is toch wel iets meer uitgekomen dan de vis. Ik ben benieuwd. Wel, het is zo dat die administratie die dossiers heeft behandeld, die heeft toegelicht welke criteria zij gebruikt hebben en hoe ze gewerkt hebben om tot een rangschikking te komen per zender eigenlijk. Niet per zender, maar per netwerk. Wat blijkt daar nu uit, en daar zit het hele probleem, dat die mensen die toets gedaan hebben, allerlei criteria die in het decreetwagen stonden, die hebben daar allemaal vraagjes rond gewezen. Vraagjes om te proberen zicht te krijgen op die criteria, inzicht te krijgen, hè, hoe topradio bijvoorbeeld, met vraag van, mobiel werk, ga je ook te landen, kom je ook eens buiten de studio, dan vraag je een mobiele studio, hè, om dat dan te vertalen. En het probleem is dat dit soort vraagjes op een zeer dubieuze manier eigenlijk het criterium spiegelen, waardoor dat een hele grote interpretatieruimte krijgt. Oh ja. Beoordeling. En een hele grote interpretatieruimte en vooral hele grote fouten gaan maken bij die criteria. En dan zal natuurlijk, zoals nu, rangschikkingen hebt die, waarbij de einduitslag een kwart van een punt of een half punt tussen de eerste en de tweede uitmaakt, die wel of geen vergunning nog krijgt om uit te zenden, dan maakt dat een immens verschil. Dus dat is één punt. Criteria die eigenlijk niet glashelder waren, die niet waterdicht waren. Mm-hmm. Kan ook niet, denk ik, want de indieners zijn ook niet gehoord. Hè? Er is geen hearing, zoals dat in technische termen heet, gebeurd. Als men dat had gedaan, dat is misschien ook iets wat in een decreet had moeten staan, dan hadden dat soort fouten ook vermeden kunnen worden. Dan had men gehoord van de indieners hoe ver ze stonden, wat ze bedoelden, enzovoort, wat ze van plan waren. En dat is het laatste element wat belangrijk is, dan had men dat kunnen toetsen, wat dan heet de realiteitswaarde. Want papier is gewillig, hè, zoals je weet. Je kan dat fantastisch spreken over al je prachtige intenties, om tenslotte na een jaar vast te stellen dat het gebakken lucht was. En in sommige dossiers is het gehouden gebakken lucht vrij groot en in andere klein. En als je natuurlijk met gebakken lucht veel punten krijgt, ja, dat is een prof die eigenlijk loopt met zijn ogen dicht en een bedriegende student, als ik het zo zeg. Ja. Dus in die zin, die toets van de realiteit, klopt het wel? Zijn die mensen die dat geschreven hebben betrouwbaar? Is een verhaal echt wel haalbaar in de toekomst? Is de winstmarges of de inkomsten die ze via reclame willen werven echt wel haalbaar? Zullen ze zoveel procent Nederlandstalige, anderstalige muziek uitzenden enzovoort? Al die vragen, daar kan je een serieuze boom over opzetten. Ja. Bart, mag ik je even onderbreken? Wat jij nu zegt als commissievoorzitter van de commissie media in het Vlaams parlement, in alle eerlijkheid, is wel heel straffe taal. Want ik hoor hier de woorden dubieus, eigenaardige beoordelingen, gebakken luchtdossiers met veel punten. Wie is daarvoor verantwoordelijk voor jou? Nou wel, ik zou zeggen in hoge mate de minister. De minister is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering. Ja, oké. Wie is politiek verantwoordelijk? Dat is toch Sven Gats van de Open VLD, voor dit geknoei. Dat is Sven Gats van de Open VLD. Maar goed, we hebben gelukkig in dit land een instrument waarop je kan beroep doen als je een klacht hebt over het niet goed toepassen, dat is de Raad van State. Hè? Mm-hmm. En die kan dus toetsen of de toepassing van de wet, decreet in dat geval, correct is gebeurd. En ik heb begrepen dat nogal wat radiozenders die geen vergunning zouden krijgen naar de Raad van State. Het zijn er al 9, heb ik vandaag gehoord. Hier, daarnet. 9, ja, 9 zijn er al. Niet te geloven. Het is veel, hè? Maar dus heb je een toetsing en ik ben blij dat we dat instrument hebben. En zullen we zien of dat de toets van die Raad van State kan doorstaan. Ik vrees
vrees persoonlijk dat er toch wel wat problemen zullen zijn. En dan, ja, dan is het eens. Bart, goedemiddag. Bruno hier. Ja, de grote baas van Top Radio. We kennen elkander en we hebben heel goed kunnen overleggen de afgelopen jaren. En u heeft ook heel het traject gevolgd. De Raad van State, oké. Maar daar zitten we toch met een timingprobleem. De Raad van State werd sneller of vroeger, maar we zitten met het gerecht. En dat is 6 maanden in urgentie, 12 à 15 maanden gewone procedure. Urgentie weet je niet of ze dat aanvaarden. En ondertussen moet de radio uit de lucht. Is dat dan ook geen initiatief dat het parlement kan nemen? Want ik heb begrepen dat het Vlaams parlement daartoe bevoegd is om toch 6 maanden uitstellen te bewerkstelligen van die erkenningen te laten starten. Dat is absoluut technisch mogelijk. Wij kunnen een decreet stemmen waarin 6 maanden of een jaar de procedure uitstellen of vertragen. Dat is perfect mogelijk. Dat is ook voorgesteld door leden van de commissie bij ons. Mm-hmm. En daar wil de minister niet op ingaan. Hij wil het niet doen. Nee, als de Raad van State de dossiers afkeurt, of de beslissing van de minister afkeurt, vernietigt, zoals we in technisch termen noemt, dan is het echt een soepje in het land. Radio's zijn uit de ether die dan wel gerechtigd zijn om uit te zenden. Anderen zullen kosten maken, vaak 100.000 euro's uitgeven, om zendmasten in te zetten, om studio's te bouwen, die dan misschien weer het jaar later een vergunning kwijtraken. Dus het is een... een knoeibol. Dat is toch wel gebeurd, hè. En wij hadden het kunnen doen, alleen, ik kan alleen maar vaststellen dat de meerderheid, zoals het dan heet in politieke termen, dit uitstel niet wilde realiseren. En de andere optie, want ik heb ook nog een andere optie voorgesteld, dat is met name een kleine subsidie geven aan die zenders die geen vergunning gekregen hebben om op FM uit te zenden, maar een kleine subsidie geven om op DAB Plus te kunnen uitzenden. Waarom? Een beetje geld geven, omdat vandaag DAB Plus nog... Er zijn veel te weinig mensen met een DAB Plus radio. En dus dat is een commercieel onhaalbaar model. Dus 1, 2, 3 jaar die zenders steunen tot er voldoende mensen DAB Plus luisteren. En dan wordt dat ook een commercieel haalbaar model. Wellicht, laat ons hopen tenminste. Ja. Ook daar wil de minister niet op ingaan. Maar waarom wil hij daar niet op ingaan als een groot huis gelijk media is meer dan 900.000 euro krijgt voor een digitale transitie, lezen we, vinden wij als onafhankelijke organisatie toch wel bijzonder merkwaardig. Wat vindt u daarvan, Bart? Ja, ik ben het daar met u helemaal eens. Wel ja, het is een bevestiging van het maatschappijmodel, als ik het zo mag zeggen, waar we in leven de grote krijgen altijd meer dan de kleintjes. En de grote worden altijd groter en de kleine altijd kleiner. Ja. De kloof wordt groter. En ja, ik ben politicus, ik zou het dan maar zeggen. Het zijn ook de partijen die dit soort model steunen, die vrienden zijn van dit soort exploitatiemodel. We praten over de persgroep, denk ik, in deze. Hè. Die dat dan ook beslissen. Het spijt mij zeer, ik zou het zelf nooit zo gedaan hebben. Er zijn nog veel meer oneerlijkheden in de mediasector. Maar u ziet pas gezegd in deze dat neoliberale model waar de macht ligt. Hè, en wie baas is. Hè. Dat is wat u hier blijkt, want de kleintjes zijn hier niet aan zet. Ja, oké. Bart, ik denk dat we deze discussie nog verder gaan voeren de volgende weken en maanden. We houden het warm, dus ik zal je nog meer overvallen met Rebel Radio. Dat besef je dat toch. Mag je altijd doen. Bedankt voor je tijd. Ja, oké, Bart Caron, bedankt. Dag. Dus eigenlijk is dat een van de volgende oproepen van de volgende weken. We gaan het Vlaams parlement terug wat in de aandacht brengen met een aantal acties. We hebben nog de polonaise van Steve Tielens die moet gevoerd worden in het Vlaams parlement in naam van Top Radio. En misschien moeten we de e-mailadressen van het kabinet van Sven Gats wat meer communiceren naar de luisteraars. Het kost je niks om een mail te sturen en te zeggen: meneer Gats, dit beleid trekt op niets of iets, wees origineel. Dat zullen we dan ook maar zo dadelijk even... Laten we straks eens even bellen, misschien met het kabinet Gats, of dat daar iemand thuis is. Ik heb die nummers hier toch liggen. Weet nooit of dingen. Maar zit in het Vlaams parlement zeker. Werken die soms nog? Okay. Ik weet het niet. Maar dat weet jij beter, Jurgen. Bruno, ik stel voor dat je nog naar deze studio, naar je eigen studio komt. Om uitleg te geven en ons op de hoogte te houden. We onthouden hier eigenlijk dat er nu al ongezien 9 dossiers zijn van radiozenders die naar het hoogste rechtsorgaan in Vlaanderen trekken om de beslissing van de minister aan te vechten. Want de minister Sven Gats van de Open VLD, zo gezegd toch voor liberalisme, maar dat is ver te zoeken in deze, die is verantwoordelijk voor deze knoeiboel. En je hoort het niet alleen van onze stemmen,
Je hoort het ook van de mensen die actief zijn in de politiek en in de commissie media zitten. Dus het is eigenlijk toch wel ongezien wat er nu gebeurt. En het is nog niet gedaan, Jurgen, want wat nog op komst is, het ging maar over 4 netwerken, mm-hmm. maar er zijn nog een 80-tal erkenningen op komst van lokale radio's. Oh ja, dat waar komt ook er nog, in ja. bepaalde steden veel meer aanvragen zijn dan plaatsen. Ja. Aalst, Sint-Niklaas. Daar ook een aantal mensen zijn die jaren toch hun sporen hebben verdiend. En we toch wel bangelijk afwachten wat het geknoei daar zal leiden, wat het resultaat daar zal zijn. Dat betekent ook dat er nog extra procedures gaan komen bij de Raad van State. Dit is wel duidelijk. Oké, en dit kan ik meegeven zonder te zeggen hoe en wat. Maar er zijn een aantal journalisten geïnteresseerd in het dossier, dus ik breng je daarmee in contact. Ze zijn welkom. Dat is een cadeautje vandaag voor de grote paten. Dank u wel, nu gaan we koffie drinken. Oké, bedankt Bruno voor je komst in deze studio. Blijf het ook opvolgen. Jullie kan ons blijven steunen met topradiomoetblijven.be. Maar ook de crowdfunding actie, die moet natuurlijk ook overeind blijven. En daarin help je ons. Heb je ideeën, 3125 sms'en. En dan brengen we dat in deze Rebel Radio. Give us your love. Give us your love. Vlaams en Neutraal Ziekenfonds geeft tal van tegemoetkomingen. Meer info op vnz.be.